En minister Christine Polak van Sociale Zaken heeft vandaag in het kader van de Nationale Voorleesdag een grappig verhaal voorgelezen voor de pupillen van de Ninne-crash. Voordat de bewindsvrouw met haar verhaal begon, heeft Gerda Bijlhout van de vertelclub van de crash op een heel creatieve manier de kinderen uitgenodigd om aandachtig naar de minister te luisteren. Hierna mochten de pupillen luisteren naar het verhaal van Biggie Bere, Biggie Ide en Fien Futu, verteld door minister Polak. Biggie Ide klom in de boom. Zie je hem? Ja. Biggie Ide zocht een mooie manja uit en plukte die. Hij ging toen rustig op een tak zitten en de andere, Biggie Bere en Fien Futu keken vol verwachting omhoog. Wat wilden ze hebben? Een? Manja! Yes! Maar Biggie Bere gooide niets voor ze, geen enkele manja. Biggie Bere had de manja op, plukte nog één en had die ook op. De kinderen mochten hierna samen met de leidsters op de foto met minister Polak. De bewindsvrouw heeft in het kader van de Nationale Voorleesdag vanmorgen voorgelezen voor de kinderen van de Ninne-crash. Een van de overheidscrashes die valt onder de Stichting Beheer en Exploitatiescrashes SBEC, een overheidsstichting van het ministerie van Sociale Zaken.